In 2022 heeft DKV Tuldania 1 uit Esbeek 2 competities gespeeld. De competitie 2021-2022. In deze competitie wisten ze 2 keer kampioen te worden. 1 keer in het buitenseizoen en 1 keer in het binnenseizoen. Wat een feest was dat. En dat hebben ze zeker goed gevierd. Gezien ze 2 keer kampioen zijn geworden, zijn ze in de competitie van 2022-2023 op een hoger niveau gaan spelen. Eerste klasse. Helaas stopten er een aantal leden van hun oude team. Gelukkig kwamen er een aantal enthousiaste meiden van de A-jeugd over naar de senioren. Met een nieuw gemixt team onder leiding van de nieuwe coach begonnen ze aan het seizoen. Ze wisten dat het erg pittig ging worden, omdat het alweer even geleden was dat ze op dit niveau hadden gekorfbald. En dan ook nog met een nieuw gemixt jong team. Maar het hoogtepunt van het eerste deel van het buitenseizoen was toch wel de allereerste wedstrijd. Iedereen had er zin in en was super erg gemotiveerd om weer wedstrijdkorfbal te gaan spelen. Ze wisten dat de tegenstand pittig zou zijn. En ze hadden nooit verwacht meteen de eerste wedstrijd te winnen, maar toch wel. De punten bleven in Esbeek. Helaas hebben ze ondertussen ook wel een aantal verloren wedstrijden achter de rug. Maar ze geven nooit op en korfballen met veel plezier, strijdlust en enthousiasme. Naast dat ze onderling op het veld goed met elkaar overweg kunnen, is dat buiten het veld net zo. Samen met DKV Tuldania 2 zien ze elkaar veel en hebben ze het altijd gezellig met elkaar onder het genot van 1 of meerdere drankjes. Naast het serieuze korfbal dat ze doen, vinden ze dit net zo belangrijk. De saamhorigheid en de sociale contacten die ze met elkaar hebben doordat ze samen korfballen. Hier is hun kleine club DKV Tuldania dan ook weer erg groot in. Omdat ze zo'n kleine club zijn, is het niet makkelijk om altijd een compleet team te krijgen op de zondagochtend. Gelukkig staat Senioren 2 altijd klaar om hen te helpen en zo is dit andersom ook. Ze moeten het toch allemaal samen doen.